gelukkigste wens voor de club. Ja, wel dat ze het geluk hebben van binnen afzienbare tijd mogelijk nog tijdens de rest van het leven op een mecenas zouden vallen die het mogelijk maakt om de club terug groot te maken. Dat moet niet zijn dat we Europees spelen, maar ik vind dat Racing Mechelen met zijn verleden, ook met belang van de stad, de grootte van de stad, de dingen, dus terug eerste klasse zou kunnen halen. En het ergste in voetbal vind ik nu voor familiale clubs zoals Racing Mechelen is, dat je zelfs niet van derde naar tweede kunt, met enige kans om in tweede iets te doen, behalve zakken. Want als je naar derde naar tweede gaat, dan heb je enkele goede spelers en die worden gegarandeerd weggehaald. Ja. En zonder die mecenas kun je die niet houden. Dus enkel een mecenas. Dus. Iemand met relaties, want geen Ja, maar iemand met geld, hè? Ja. Iemand met geld. Nee, maar die dan ook nog meer geld meebrengt van andere mensen. Ah, wel ja. Als je ja, maar de mannen gaat steunen, dan ja, maar, je begrijpt mij, zonder geld komt er niet. En zakt je maar altijd. Ja. Zakt je maar altijd. Daar is niks aan te doen. Want, dus, ik weet niet hoeveel jeugdploegen ze nog hebben, maar zeker een tiental. Jij kunt daar niks uithalen zoals het nu gaat. Want als er een goeie in zit van 14 jaar, die kennen ze al, ja. Hè, die komt niet meer tot in de eerste ploeg. Als je wat uitzonderlijk talent hebt, dus dat is niks dat opgeeft voor een toekomst met het Racing Mechelen zoals het nu is. Ja. Maar het blijft geweldig, dat moet gegeven, hè, blijft geweldig voor de jeugd, voor de Mechelse jeugd. Dat er clubs zijn, gelijk als Racing Mechelen, die nog met 10 of 12, kan zelfs zijn 12 ploegen spelen, die de jeugd gelegenheid geven. Dus de sociale impact van Racing Mechelen, die is even groot, als hem niet groter is, dan die van Anderlecht. Want die hebben allemaal... Hij is vrij groot. Bij Anderlecht. Ja. Buiten nu de compagnie, zijn er niet te veel jongeren die van Anderlecht, die van Brussel zijn. Hè? Ja. Die worden door hun vader gebracht, die komen zoals bij Ajax vanuit het hele land. Ik versta wat ik zeg. Bij ons is het nog Mechelse. Ja. Is het Mechelse jeugd. Hè?